Welkom. We gaan rekenvraag van W13 bespreken. Je ziet hem hier openstaan bij mij. Ammoniak kan onder andere worden bereid door de reactie van nitride zout met water. Dan is dit dus het nitride zout. Dit is water. Een voorbeeld is de reactie van magnesiumnitride. Mg3N2 met water. Een chemicus voert deze reactie uit onder deze omstandigheden. Dit geeft mij al aan dat er waarschijnlijk met molair volume gewerkt moet worden. Hij constateert dat als hij 25 gram van dat nitride zout laat reageren met een overmaat water, dat er 10,5 liter ammoniak vrijkomt. Het ammoniak, ja, bij 298 graden, dat kan je opzoeken, dat is een gas. We moeten weten hoeveel liter ammoniak er maximaal kan ontstaan uit die 25 gram nitride zout en overmaat water. Dus dat water, daar hebben we niet zoveel aan. We weten niet hoeveel water er is. We kunnen wel straks uitrekenen hoeveel er water gebruikt wordt, maar het is een overmaat. Dus we moeten met dat nitride zout moeten we werken. Molverhouding 1 staat tot 2. Ja, molverhouding dus. Ja, goed opletten. Wederom, net als de vorige rekenvraag. Molverhouding mag je alleen maar toepassen op de hoeveelheid in mol, niet in gram. Dus deze 25 gram moeten we eerst omrekenen naar mol. Goed, nitride zout, magnesium, nitride. Ja, kunnen we hier in ons binans vinden? Magnesium, nitride, hier zo staat hij. Nee, hier staat hij niet. Dat is MgN3. Dat is geen Mg3N2. Toch zomaar het verkeerde getal gepakt. Dus dan moeten we even naar. Moeten we even naar. Het periodiek systeem. Waar staat die? Periodiek systeem. Zo. Het periodiek systeem. Dit is dus drie keer magnesium, 24,31 plus 2 keer 14,00. Dat is 3 keer 24,31 is plus 28 is 100,93. Dus ik moet 25 gram delen door 100,93 is 25 gedeeld door 100,93 is 0,2476964 mol. Zo min mogelijk afronden tussentijds. Breken hoeveel liter ammoniak maximaal kan ontstaan. Oké, dat is dus. We hebben nou dit uitgerekend. We moeten weten hoeveel mol dat is. Dat is dus 1 staat op 2. Dus dit keer 2. Keer 2 is. Dat betekent dus zo. Dus NH3 is 0,495 mol. Kan ontstaan. Goed. Dat was 1. Mol. Ammoniak kan ontstaan. Dan gaan we naar de tweede. Bereken vervolgens het rendement van de reactie. Het rendement bereken je door de praktische opbrengst. Hoeveelheid stof die daadwerkelijk ontstaat, te delen door de theoretische opbrengst. Hoeveelheid stof die maximaal kan ontstaan. Dus het eerste is wat er daadwerkelijk gebeurt en het tweede is wat we berekend hebben.
En dat moeten we vermenigvuldigen. Die delen we op elkaar en dan vermenigvuldigen met 100%. Oké. We kunnen twee dingen doen. We kunnen even kijken, want er is 10,5 liter. Dus we kunnen die 10,5 liter, die kunnen we gaan omrekenen naar hoeveel mol dat is. En dat kunnen we dan, hè, dat kunnen we dan vergelijken met de hoeveelheid mol die we net hebben berekend. Of we kunnen de hoeveelheid mol die we net hebben berekend, kunnen we omrekenen naar liters. En dan delen we die 10,5 en dat nieuwe gegeven wat we berekend hebben, delen we op elkaar. Ja, dat maakt op zich niet uit. Dus laten we, want die staat nog hier, laten we deze keer het molair volume doen. Keer, dat is 298 Kelvin, dus dat is keer 24,5. Ja, dus zoveel mol is 12, 14 liter. Oké. De hoeveelheid stof die daadwerkelijk ontstaat en de theoretische opbrengst. Wat wij nu hebben uitgerekend is de theoretische opbrengst. De hoeveelheid stof die nu ontstaat is die 10,5. Dus ik moet 10,5 delen door 12,14. 10,5 delen door 12,14 keer 100 is, dus dat is de opbrengst. Hoe noemen we dat? Rendement is, wat hebben we nou net gedaan? We hebben 10,5 gedeeld door 12,14 keer 100% is 86%. 5% rendement. Goed. Dan moeten we even nadenken. Ja, nu hebben we, volgens mij hebben we alles gedaan. Dan wil ik alles even checken, nalopen. Vraag 1 was berekenen hoeveel liter NH3 maximaal kon ontstaan uit 25 gram. Dus ik moet die magnesiumnitride, die heb ik gedeeld door de molair massa. Zo, dat is zoveel mol. En ik heb de hoeveelheid mol keer 2 gedaan. Zo, dat is bijna een halve mol ammoniakgas uit die 25 gram. En dat heb ik keer 24,5 gedaan. Dat heb ik er niet bij gezet. 24,5 kan ontstaan. Keer Wm, zet ik er even bij, is 12,14. En dan heb ik bij de tweede vraag, het rendement is 10,5 gedeeld door 12,14 keer 100% is 86,5 rendement. Oké, dit is belangrijk dat ik daar even bij stilsta. Ja, dat rendement, dat moet natuurlijk lager dan 100 zijn. Je kan nooit meer produceren dat je uit hebt gerekend dat je kan produceren. Dus let daarop, ja, bij dat rendement, dat je niet op een getal hoger dan 100% zit. Als je dat zit, dan heb je dit gedaan. Nee, even kijken, dan heb je dit gedaan. Dan zou je op 116% uitkomen. Ja, 115,6. Dus in drie cijfers significantie is dat 116. Hoe kom je daarop? Nou, dat is dus, hè, dan heb je die twee. Hoeveelheden liters heb je verkeerd gedeeld. Dus dat betekent dat je 12,14 hebt gedeeld door 10,5. En dan kom je op een getal hoger dan 100%. Denk daar goed bij na. Ja? Meer dan 100% rendement kan niet. Dus goed, dit klopt volgens mij. Ja, ik heb de rendement in procenten. En ik heb de hoeveelheid liters, heb ik ook in liters staan. Dus dat is mooi. Ja, ik hoop dat dit duidelijk is. Ja, zo niet, zet een comment beneden. Dit is een verborgen video, dit, maar je kan natuurlijk de link delen. Succes!